Het vergroten van sportparticipatie voor kinderen met een beperking heeft Be Innovative als doel. Zij organiseerden vanmorgen een sportdag voor kinderen bij het George Deul Stadion te Hanaslust. Dit evenement werd ondersteund door het Bureau Speciaal Onderwijs en de artiest Kenny B gaf daar invulling aan. Ik ben gevraagd om een beetje te komen sporten met de kinderen, een beetje bezighouden. Omdat ik vind dat sport heel erg belangrijk is voor kinderen. Weet je, wat iedereen die arts wil worden of piloot of wat dan ook, het begint met sport. Als je lichaam niet gezond is, kan je niks worden. Dus ook al leer je nog zo goed, maar als je niet gezond blijft en dat komt door gewoon te sporten, dan ga je niks kunnen bereiken. Dus daarom heb ik gezegd dat ik er graag bij wil zijn. Dit speciaal sportevenement was het eerste uit een reeks van 4 die dit jaar gehouden zullen worden. Voor BSO is het goed voor kinderen met een beperking om te integreren met andere kinderen door middel van sport en spel. Total Body Group is tevreden met het verloop van Kommewijnen 1. Kommewijnen 1 ging vorig jaar december van start en is een onderdeel van een sportproject dat in Kommewijnen is uitgevoerd en waarvan de afsluiting gisteren plaatsvond. Dit project is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Total Body Group, Directoraat Sport en Jeugdzaken, de Regionaal Sportacademie en het Ministerie van Volksgezondheid. Het project heet Hoe Fit is Suriname? En de bedoeling van dit project is om Suriname fitter te maken. Wij hebben getracht te beginnen bij de jeugd. Dat is ook het beste wat je kan doen, beginnen bij de jeugd. En we hebben gemerkt dat, of we wisten van tevoren al hoor, dat als je met de jeugd werkt, dan kan je niet anders dan dat je talent tegenkomt. We hebben dus binnen dat project meteen een talentidentificatiesysteem ingebouwd, om het even zo te zeggen. En in principe is het dus op weg naar Suriname fit krijgen met de talentidentificatie. Als de talenten ontdekt worden, dan komt er ook een talentontwikkeling. En dat is ons tot nu toe wel mooi gelukt. Kinderen in de leeftijdscategorie van 6 tot en met 17 jaar hebben ongeveer 9 weken lang, 4 keren in de week, onder begeleiding van daarvoor bestemde sportleiders kunnen sporten. 2 keren in de week kregen ze conditie- en krachttrainingen. De 2 andere dagen konden ze een door hun gekozen tak van sport beoefenen. In Kommewijnen konden de kinderen kiezen uit atletiek, voetbal, basketbal, volleybal en cricket. De kinderen of de deelnemers kregen alle een certificaat van deelname in handen. En alle sportartikelen die gebruikt zijn voor Kommewijnen 1 blijven bij de Sportbond Kommewijnen, zodat de kinderen met hun vertrouwde materiaal kunnen blijven sporten. Om de 3 maanden zal de organisatie terugkomen voor het doen van prestatiemetingen en het bieden van ondersteuning aan de trainers.